Hallo dames en heren, welkom bij weer een nieuwe RCT-video. We zijn weer aangekomen samen met een special guest. Stel je maar even voor. Hoi, ik ben het. Nou, dat is echt al genoeg, denk ik. Wouter is weer van de partij. En Wouter, wat voor video wordt dit? Eentje met heel veel roze achtbanen. Sowieso, ik zie het al. Maar je bent alleen de minecoaster vergeten roze. Maar oh nee, laat maar, ik heb niks gezegd. Echt niet. Nou mensen, leek me wel een leuk idee om eens een keertje, want we hebben nou een paar wat serieuzere afleveringen gemaakt. Maar dan is het ook wel leuk om een keer een troll aflevering te maken. Er is namelijk een nieuwe versie van de develop versie van OpenRCT, waarin het mogelijk is om heel veel mensen te hebben en om eigenlijk alle scenery items te hebben. Kortom, het spel is enorm uitgebreid. Nou Wouter, dit moet echt een aflevering naar jouw zin worden, denk ik, hè? We gaan het zien. Heeft die karbaan nog jou geïnspireerd misschien? Zo? Nou, omdat je hier een karbaan wegzet in een, wat is het voor thema? Een dinosaurus thema. Ja, ik dacht die past wel mooi bij mijn dino's in het midden. Maar ze zijn lekker aan het rijden. Ik weet wel dat er een beetje weinig mensen zijn. Wouter, ben jij het ook? Kan wel drukker, ja. Ja, precies. Kan al een beetje drukker, hè. Laat ik hem even voor mensen zitten voelen. En daar gaat de FPS. Heb jij, hoeveel FPS heb je nu? 9. Oh, dit is wel een beetje heel erg veel. Oh, 30.000 man. Dat zijn mijn achtbanen wel waard. Dat wel, ja. 10.000 man per attractie. Heb je iedereen misselijk gemaakt? Nee, ik zou niet durven. Dat doe ik nooit, dat weet je. Misselijk maken, ventje. Een hippiebus neerzetten. Hippiebus. Weet je wat wel een klein probleempje is? We moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat we genoeg schoonmakers hebben, want anders blijven de paden zo vies. Ze gaan we eventjes verzorgen, hè? Oh! Mijn spel loopt vast. Jochem heeft afgesloten. Ik heb helemaal niet afgesloten. Wat is er gebeurd? Bij mij ben je uit de server gekikt. Bij mij staat er Jochem's spel is afgesloten. Oh jee, dit gaat niet goed komen. Oh. Hey, daar ben ik weer. Ik was iets te enthousiast. Goed, we gaan het even wat netter. Maar oh, er zijn wel veel klusjes, mannen. Ja, er zijn er wel een beetje weinig. Ja? Maak er maar meer dan. Ja, ik durf het niet meer te doen. Want dan... ik gebruikte mijn autoclicker om een paar duizend werknemers aan te nemen. Maar toen ging het niet goed, zeg maar. We gaan eens even een attractie pakken die ik nog nooit gebouwd heb. Doe eens Alt F4. Nee, Wouter, dat doe ik niet. Want dat trucje, dat ken ik al. Ja, een lift neergezet. Ja, ik ga een lift neerzetten. Nou, ja, dat moet een lift naar de maan zo te zien. We zijn er al. Weer een roze lift. Wouter die gaat alles roze maken deze aflevering, waarschijnlijk. Zoals het hoort. En zag je dat nou allemaal uit je duim of uit je pink? Wat flauw. Het gaat regenen. Het regenen. Heb je een informatiekiosk? Zo, nu wel. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Ze hebben al goed inkopen gedaan, zie ik. Ik ga ook mijn eerste achtbaan bouwen. Staat hier nog wel een grote roze muur voor mijn neus. Zo, mijn prachtige hardline coaster is klaar. Beste coaster type in de game. Zeker, en we gaan hem eens eventjes heel geweldig maken. Ik vind het wel een mooi kleurtje. Ja, alleen als het niet erg vind, ga ik eventjes de rails... Dankjewel, dat is misschien beter, want dan zie ik de baan niet meer zo dadelijk. Zullen we het blauw doen? Oh, dit gaat niet goed. Het is gewoon één lange trein. Ja, doe jij de kleuren maar eventjes. Trouwens een nieuw trucje Wouter, als jij op de achtbaan klikt, zeg maar dat venstertje, dan heb je in het hoofdmenu heb je zo'n 4 van die rode pijltjes. Ja. Als je daarop klikt en ingedrukt houdt en je zit dan volgen in hoofdvenzen, dan volgt hij als het goed is het karretje. Oh cool. Hey Jochem, je moet nog een padje maken naar lift 1. Ja, ik ga maar geen padje maken, ze vallen maar lekker naar beneden. Boek. Oh, dat gaat wel heel langzaam nu. Nou ja, keurig. De prachtige hardline coaster is vanaf nu geopend. Komt u maar. Heeft hij al een naam, Jochem? Ja, hardline coaster 1. Huh? Bij mij heet hij anders. Klutsai. Wat is nou weer klutsai? Nou, volgens mij kom je er als een klutsai uit. Ja, het zal wel weer. Ik ga eventjes een bob. Ik ga even naar Tarim eens laten zien van dat ik een bobster ga bouwen. Maar zo weer terug.
Zo, dat is de bobslee. We gaan hem eens even testen. En hij is bovenaan gekomen. Klaar om te racen. Oh. Ik vind het wel grappig dat ik er nou in het filmpje, in het venster sta, bezig met neerstorten. Die hardline coaster die er altijd voorbij komt. Zo, poging 2. Hey Jochem. Ja? Weet jij welk beroep er geen lid mag worden van de bibliotheek? Boekenwormen? Boekhouders. Hey Jochem. Oh, wat nou weer, ja. Hoe noem je een raadselachtige kerst? Een watte? Een raadselachtige kerst. Een quizmas. Ja, joh. Oké, dan heb ik er nog eentje. Ja, is goed. Let goed op, hè. Ja. Een slager is 1,80 meter lang. Mm-hmm. En hij heeft schoenmaat 43. Wat weegt hij? Wat weegt hij? Vlees? Ja. Hey. Poging 3. Daar gaat hij weer. Ja, hij haalt het. Eindelijk, zeg. Zit je weer op pauze te drukken, Wouter? Hè? Flinke remblokken. Ja? Die zullen heel versleten zijn. Ah joh, hij trekt maar 6G. Echt waar? Oh, dat valt wel tegen eigenlijk. Oh, minder zelfs. Nou, zijwaartse G is 6G. Ja. Oh, dat scheelt al heel veel. Ja, dat klopt. Nou, intensiteitswaarde is bijna 15. We moeten even één cheat nog aanzetten. Dat is dat de bezoekers de intensiteit negeren. Want anders gaat niemand ergens in. Oh, die heb je al aangezet. Ja, die heb ik al aangezet. Joh. Gelukkig maar. Ja, Jochem, weet je wat zwart-wit gevlekt is en in een boom hangt? Een tros koeien. Oké, die vind ik echt gewoon verschrikkelijk. Nee. Wouter, dat kan je niet maken. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is een tang op een vark. Zo, de bobslee gaat open. Oeh, hij is open. Slee maar dan van Bob. Van Bob de Bouwer, zeker. Bob de Bouwer. Wouter, niet zingen, dan krijg je copyright. Dat vindt YouTube niet zo leuk. Alsof ik zo goed kan zingen. Wat kunnen wij nog meer doen? Poepen in een oude schoen. Nou, en dan het nog een keer overdoen. Ga je dat lekker doen? Dan ga je eventjes een intensiteitbol maken. Ja, maar we gaan eventjes de lanceersnelheid van deze duivelse boy even heel hoog zetten. Daar is de 922 km per uur lancering. Wouter, ben je nou weer bezig? Ben je nou weer de lanceersnelheid aan het aanpassen? Ik heb net twee panda's neergezet. Oh ja, ik zie het. Heb je de Big Spec al gezien? Waar dan? Tussen je lift en je bobslee. Oh, de Big Spec, ja. En Jochem Topia zie ik ook hier staan. Ja. Dat vond ik wel mooi uit voor jou. Je simulator is nu... Ja, voor mij wel, ja. Je simulator is helemaal niet open, hè? Ja, wel. Nu wel, ja. Meepie buzie. Goed. Aantal rondes. Stuk of 50. Daar gaat ie. Njoo. Ga je niet dit. Die is zo doorheen. Dat is waar, ja. Nou ben ik benieuwd wat er gebeurt als ik hem nou ga volgen. Oh jee. Arme kijkers. Ik zal het versneld afspelen straks. Ja, nou kan hij wel weer. Hè? Ja, je zegt nog wel arme kijkers, maar de bezoekers moeten er ook nog in, hè? Hé, hey Jochem. Ja? Wat is heel groot, maar weegt niks? De schaduw van een olifant. We gaan eens even een beetje trollen. Komt-ie? Hoppa. En dat was het. We hebben weer een framerate. Ja, daar ging. De parkrating. De parkrating. Oh, maar dat kunnen we wel even oplossen hoor. Maak je maar geen zorgen. Zo. Heb jij nog een leuk idee, Wouter, wat we kunnen doen? Nee. Oh, ik weet nog wel wat. Ja, bij jouw Big Spec ga ik eventjes een attractie plaatsen. Dan gaan we de sturingmodus aanpassen naar draaimodus, kan ik proberen. Even zien wat er gebeurt. Hij snapt het niet helemaal meer. Hij shaket alle kanten op. Zelfs de karretjes veranderen. We gaan eventjes een flinke splashboot bouwen. Hier staat hij, de splashboten met een prachtige vulkaan in het midden die Wouter geplaatst heeft. Splashy, splashy. We're ready for the big drop. Daar gaat hij.
Dan moet je wel plons zeggen, hè? Oh, plons. We gaan even een beetje trollen met een draaimolen nog. Ga je met de draaimolen doen? Ik heb geen idee, moet ik even kijken. Botsautomode, even kijken wat die dan doet, toch? Helemaal niks. Ruimteringmodus. Wil je die ruimteringen? Ja, hij doet iets. Nou, bijzonder is het niet, maar ja. Wel grappig. En Wouter, klinkt het al een beetje beter zo? Dat klinkt beter. Hoor je dan niet al die muziek? Nee, bij mij staat muziek uit. Zet de muziek eens aan. Oh, klinkt wel lekker toch? Nou, dit is onderhand wel genoeg, want ik heb ook het idee dat het een beetje de verkeerde kant op gaat gaan of zo. Nou, het staat goed voor me in ieder geval. Dat wel, ja. Ik hoop wel dat je je muziek weer uitgezet hebt, want nou is het echt gewoon niet te harder. Ja, er is nog wel één ding, Jochem. Ze zijn niet helemaal roze. Oh, nou, succes. Maak ze lekker roze. Gaan we hier even een maatje bouwen? Volgende baan is weer klaar, maar ik ga eventjes mijn geluid uitzetten. Zo, ja, een beetje rust. Dan gaan we deze achtbaan eens even volgen. En we zijn er weer. Denk je dat die misselijkmakend is, Wouter? Nee, joh. Nee. Nee, nou dit bochtje, dat moet allemaal wel goed komen. Ja, ik denk dat we wel de video zo eens gaan afsluiten. Want we hebben al best wel veel gebouwd. Maar niet voordat we nog eventjes de prachtige Merry-Go-Round symfonie gehoord hebben. Ja, oké, genoeg. Ik heb nog wel een vraag voor jou, Jochem. Oké, gaan we weer een raadseltje krijgen? Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt? Die ken ik al, jammer. Bakker moet vroeg opstaan en het tapijt mag blijven liggen. Oh, weet je ook hoe er 50 mensen onder één paraplu kunnen staan en ze niet nat worden? Nee. Dat kan doordat het niet regent. Nou, en met deze geweldige grappen van Wouter zijn we weer helaas aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie er allemaal weer genoten van hebben. Ja, wie weet gaan we binnen de toekomst ook wel een keertje een RCT-video opnemen. Dan gaan we weer lekker verder trollen in de park. We gaan iets anders doen, maar dan moeten we even kijken. Voor het een leuke video, doe een duimpje omhoog en abonneer voor meer. Voor nu zouden Wouter en ik zeggen, tot ziens, houdoe en bedankt. Tot ziens, houdoe en bedankt.